Deze duikkaart die klopt meetkundig. Iedere centimeter klopt. Alles wat erop staat is 100% zoals het wrak erbij ligt. Technische duikers die kunnen er veel langer blijven met de juiste gassen. Maar voor de meeste duikers die hierop mogen duiken, betekent het 30 meter diep. Dus dan moet je niet te lang blijven. Ik had begrepen dat we in de tijd van corona allemaal een barcode moesten hebben. Hè? Ja. Nee, dat is een grap. Nee hoor, deze code, als je die inscant, dan kom je op onze website terecht. Okay. Dus als mensen die kaart kopen en ze scannen dat in, dan kunnen ze wat zien over de Hilmerhoeken zelf, maar ook over andere projecten die we gedaan hebben. En de bedoeling is ook, we zijn beginnend, maar om in de toekomst die website ook uit te breiden met een stukje geschiedenis over de Hilmerhoeken. Want wat ons opvalt, is dat heel veel duikers wel op het vak duiken, maar eigenlijk er niks van afweten. Nou, je ziet al de machinekamer, daar zijn we mee bezig. Het licht is al doorheen te zien. Jullie zien hier wat een gigantische schroef die heeft. En ook het roer wat helemaal vastgeroest is. Maar ik denk erg belangrijk voor iedereen op het eiland om dit goed in de gaten te houden, wat hier gebeurt. Nou ja, wat ook leuk is, wat mooi is van zo'n virtual reality omgeving, dat is dat je daar allerlei dingen in kan maken die wat uitleg geven, bijvoorbeeld voor educatie. Hier bijvoorbeeld, hier vertellen we wat over de geschiedenis van de Hilmerhoeken. Dus hier kan je kijken naar hoe het schip gebouwd is en hoe het gezonken is. Dat kun je allemaal bekijken. Dus wat we hier bijvoorbeeld zien is La Machata. Wat erg leuk is van La Machata, dat is dat het een wrak is wat eigenlijk gebruikt is voor een filmproductie. Dus hier heeft voor de oudere mensen onder ons Rutger Hauer nog opgedoken in de film Duel op de Diepte. En dat wrak dat ligt nu op de bodem. Het lot af te wachten wat elk wrak ondergaat, namelijk langzaam achteruit, langzaam verteren. Maar wat je hier mooi kan zien ook, voor de mensen, als we het hebben over educatie, wat je hier prachtig kan zien, dat is hoe dat koraal op sommige plekken echt uitbleached. Dus je ziet die prachtige koraalbollen hier zitten. En je ziet hoe dat op sommige plekken gewoon helemaal verdwijnt. En deze is dood bijvoorbeeld, wat je hier ziet. Dit koraal is gestorven. In ons model van 3 jaar geleden was dat nog niet zo. Was dit nog een levend stuk koraal. Dus ik denk dat we op deze manier ook zichtbaar kunnen maken aan iedereen wat daar gebeurt. En wat voor een prachtige wereld het eigenlijk is. En dat we daar zuinig op moeten zijn. Ik denk dat je dit eigenlijk zou moeten uitrollen ook voor kinderen. Die natuurlijk niet kunnen duiken, geen duikprofet hebben, niet mogen duiken. Maar die hier wel wonen. En die eigenlijk heel trots kunnen zijn op het eiland waar ze wonen. En ook hoe prachtig dat onder water is. En ik denk inderdaad, jong beginnen. Jong bij de kinderen beginnen. Laten zien hoe het eruit ziet. Laten zien hoe waardevol het is. Zodat ook die kinderen, als ze later groot worden in de toekomst, extra zuinig zijn op dat eiland. Wat hier al, vind ik, heel goed gebeurt op Bonaire, hoor. Er is een enorm bewustzijn van het eiland, van hoe prachtig het eigenlijk is. We zijn 3 jaar geleden begonnen. En we hebben een aantal wrakken en ook locaties hebben we meerdere malen gedaan. Bijvoorbeeld bij Karpata, daar ligt een anker, ligt op een meter of 10 diepte. En dat anker hebben we nu 3 jaar achter elkaar gedaan. En daar zie je ook echt, als je die modellen naast elkaar zet, zie je echt veranderingen. Je kan inderdaad van achter een computer of van achter een virtual reality bril kun je inderdaad bekijken van hoe het erbij ligt. Eigenlijk kun je de duik maken zonder onder water te gaan. Een interactieve wandeling door het model, en dat hebben we met de Hilmerhoeken hebben we dat gedaan. Daar kan je dus doorheen lopen vanaf verschillende locaties en dan kunnen we elkaar ontmoeten. Hebben jullie wel gesprekken gehad met instanties hier op Bonaire die kunnen helpen hiermee? Nog weinig. We hebben met het museum een aantal goede gesprekken gehad, Terra Mar Museum, leuke gesprekken gehad. En volgende week het toeristenbureau. Het toeristenbureau hebben we nog een gesprek, ook deze week. Weerbaar, ja. En Stinaap hebben we nog niet kunnen bereiken. Nee.